Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplazen.nl. Op de satellietfoto zien we veel stapelwolken boven Nederland. En boven de Noordzee hangt ook een pluk met dikkere bewolking. Dat alles scheert allemaal over en langs Nederland heen. En uit de wolken vallen geregeld buien. Wel neemt vanavond de buiigheid landinwaarts wat af. De meeste buien vallen dan nog in de noordelijke provincies. Temperaturen halverwege de avond 15 graden. Komende nacht daalt die tot 10 graden in het binnenland. En de wind neemt aan zee dan wat in kracht af. Buien blijft nog steeds her en der mogelijk met de grootste kans in het noorden. Morgen in de loop van de dag zien we de buien weer uitbreiden richting het binnenland. Kan weer een klap onweer bij zitten, maar niet meer zo vaak als vandaag. Het aantal buien is ook minder en de zon schijnt vaker en het wordt 17 tot 19 graden. Vrijdag blijft het grotendeels droog, kan een spatje vallen, wordt het 18 tot 20 graden. En in het weekend gaat het kwik verder omhoog. Bij flinke zonnige periodes, het zondag 20 tot 25 graden. En kunnen we eindelijk weer van zomerweer spreken. Ik ben Michiel Severin van weerblazen.nl.